Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik moet een beetje stil zijn omdat mijn ouders slapen, maar ik ga even één kaarttruc voor jullie doen. En ik maak een deal. Dit is een van mijn vetste kaarttrucs die ik nu ga doen. En die doe ik normaal nooit. En die heb ik ook nooit uitgelegd. Maar ik spreek iets af, bij de 50 likes ga ik jullie die uitleggen. En dan mogen jullie deze speciale kaarttruc, krijgen jullie die gewoon als cadeau, als uitleg. En dit is een van mijn iets moeilijkere kaarttrucs, maar wel een hele vette. En ik zou zeggen, laten we gauw beginnen met de truc met de spelkaarten. Zeg jullie maar stop. Stop, prima, dan pakken we deze kaart. En in dit geval is de kaart, kijk maar, de ruiter 7. Die ruiter 7 doe je in het midden en die is dus weg. En wat er dus gaat gebeuren, ik heb hier één speciale kaart bovenop, namelijk de schoppenaas. En ik hoor je al denken, dat is de kaart niet. Maar let op, als ik die schoppenaas pak, ik draai hem om en ik doe zo, dan verdwijnt het middenstuk. En dat middenstuk ligt dus waarschijnlijk ergens op een van de kaarten hier. En ik ga eens gauw kijken welke kaart er is. En inderdaad, het middenstuk zit hier ergens op. En die kaart is de ruiter 7. En de ruiter 7 is dus nu gewoon, ja, dat is best wel vet. Die zit nou dus daar. Maar hoe vet zou het nou niet zijn als we deze kaart pakken? Die kaart pakken we, die schoppenaas, die draaien we om. En let op, als ik zo doe, dan is die weer terug. En dan is die hier vanaf. En is de truc gedaan. Hoe doe ik dit? Dat ga ik jullie uitleggen bij de 50 likes. Dus ik zou zeggen, geef de like. En ja, weet ik veel, dan zie jullie gewoon binnenkort zien de uitleg. Maar in ieder geval, dat is de truc. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie gewoon weer snel weer terug, denk ik, met de uitleg. Dus ik zou zeggen, zet hem op, geef een like en ik check jullie gauw weer. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao.